Ik ben ook benieuwd. Het nieuwe museum heeft een oppervlakte van ruim 2000 vierkante meter. Een groot deel daarvan is gereserveerd voor het werk van Martin Lodewijk. En wat blijkt, hij begon zijn carrière als jochie van 17 bij een nogal opvallend blad. Het waren dus niet erotisch, maar pikante cartoontjes. Meer niet. Ik wil nu stouwend in bij de EO nog getolereerd worden, denk ik. Ja, ja. Weet je, wedstrijd? IJzerman, nee. Ja. Tom. Ton IJzerman. Hallo, joh. Hey. Hij ziet er nog precies heen als toen al zijn baardje is een beetje minder geworden. Jullie wisten dat niet, maar ik zat deze prentjes te tekenen toen. Ja. De expositie vertelt ook het verhaal van Lodewijk als muzikant. Hij was dicht bij een internationale doorbraak. Ik zou in 64 ongeveer een liedje zingen in een programma met Bob Dylan. En een dag van tevoren belde zijn manager op dat hij onmiddellijk terug moest naar Amerika. Want hij was daar doorgebroken en het ging niet door. Dus wij hebben dat gemist. Jammer maar helaas. Even een krabbeltje van je. Op het bonnetje? Ja, natuurlijk. Naast de strips en de muziek is ook het commerciële werk van Lodewijk te bewonderen. De mens moet leven. De kachel moet branden. Wat krijgen we nou? Waarom doe jij dit? En het is leuk. Dus wat wil je nog meer? Geld verdienen met iets wat je leuk vindt. Hallo. De expositie over het werk van Lodewijk is nog te zien tot en met 20 november. Daarna is het de beurt aan andere striptekenaars.